Helemaal, ik ben deze schrijver met de wolf en dit is het astrologisch weerbericht voor september alweer. Dus ik ga gewoon uitleggen hoe ik de energie voor de meeste van ons voel. En ja, ik ga er gewoon mee beginnen. Allereerst die slikklachten en zo van vorige maand. Er zit op zich nog wel een soort nasleep, dus een soort kriebel in de keel is er nog in september deze maand dus. En ja, dat houdt gewoon in. Motivatie om jezelf te zijn, jezelf te gaan uitpluizen, doen wat je leuk vindt, doen wat goed voelt voor je, met wie het goed voelt voor je. Daar staat de keel voor deze maand. Financieel gaat het echt een stuk beter in september. Ligt de energie gewoon gunstiger voor, bedoel ik. Nog niet helemaal optimaal, maar wel aardig wat beter. Dus je wat meer meevallertjes of wat meer mooie ideeën kunnen verzinnen om daar financieel wat onafhankelijker mee te worden. Daar is het een goede maand voor. Verder, eigenlijk is september een beetje een saaie maand. Alles gebeurt een beetje op automatische piloot. En er zijn niet al te veel feestjes en zo. En dat kan als saai worden ervaren. Dus dat de maand gewoon heel erg lang duurt. Maar het heeft wel weer een opwaartse spiraal in september. Zo noem ik dat dan. Dat dingen wel gewoon meer voor de wind gaan. Dat dingen eindelijk een beetje worden afgerond. Dat je dingen wat meer onder de knie krijgt. Dat vriendschappen wat stabieler weer zijn. Dus wat dat betreft is het wel gewoon een hele goede maand. Alleen niet de meest spectaculaire maand. Is wat ik erbij voel natuurlijk. Dus dat was het voor september. Ik hoop dat jullie er weer wat aan hadden. Abonneer vooral om niks te missen. Tot de volgende keer.